Ik denk dat ik één strijkje witlof eruit ga voor de salade. Want je woont alleen? Ik woon alleen, ja. En zelfs in een jubileumjaar, precies 25 jaar. In 1964 heb ik het gekregen. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment, het is een heel verhaal, toen op een gegeven moment bleek dat ik in verwachting was. Toen was de hele familie van beide kanten daar nogal boos, gepikeerd, teleurgesteld enzovoort over. Want ik was niet getrouwd, ik kende deze man nog niet zo lang. Hij was niet katholiek. Ja, nou ja, allerlei problemen stapelden zich op. Tot een oom en tante van mij ons belden en die zeiden van, willen jullie misschien eens langskomen, want hebben jullie iets leuks te vertellen? Nou, dat was natuurlijk zeer welkom. Dus ik kwam daar en daar vertelde tante Lidie en oom Gerrit ons dat ze eigenlijk erg blij waren dat wij een baby verwachten, omdat zij getrouwd waren met de verwachting van, misschien krijgen we wel 10 kinderen. Maar ze konden geen van beide kinderen krijgen. Maar ze hadden wel 2 keer een 12-delig servies gekocht. Dus toen zeiden ze van, wij wilden jullie eigenlijk van elk servies de helft geven. Dus we kregen toen 2 keer een 6-delig volledig servies. Dit zijn allemaal dekschalen. Ja, het is dus niet gelukt. Dat is jammer. Inderdaad. Het huwelijk. Ja. Dat is gewoon, die had ik al, hè, om te laten zien. Dit stel, het daagse stel, ging met mijn man mee. Ik hield het zondagse stel. Dat hadden jullie zo bedacht? Ja, want allebei vonden we dat toch wel erg leuk als herinnering. Want we zijn, we hebben nog geen dag spijt gehad van ons huwelijk. Dus dat wilden we ook graag houden. En, dat had ik. Oh, ja. Alleen is Jaap 2 jaar later getrouwd, hertrouwd. Mm-hmm. En die vrouw vond het niet zo prettig om ook dit servies daarbij te hebben, wat zo'n hele duidelijke symbool was van zoveel jaar geleden. En ja, ik zal zeggen zoals het was, dat wou ze eigenlijk bij de straat zetten. Maar mijn zoon heeft het gered en heeft alles naar mij gebracht. Want ze woonde hierachter en ik woonde toen net hier. Heb je er nog wel eens met Jaap over gehad? Want ik neem aan dat hij het hier dan wel heeft zien staan. Nee, dat heb ik niet. En dat zal ik ook niet doen. Nee, dat heeft hij ook niet hier zien staan. De keuze is echt nu voor de vrouw die hij nu heeft. En daar moet ik niet tussenin gaan. Wij hebben toch ook wel juist tijdens het huwelijk, als we alle tijd namen om te eten, dat er dan zo nu en dan dat er vervelende gesprekken kwamen aan tafel. Dat herinner ik me ook wel. Echt de tafelgesprekken die verkeerd afliepen. Dat zou zo'n servies ook kunnen vertellen. Ja. Maar we waren geen van 2 mensen die ermee gooiden. Dus dat... Gelukkig maar. Mm-hmm. Ja.